Beste, lieve, zoete kindertjes van Nederland. Wat een gedoe allemaal, hè, met Sinterklaas. Er zijn een aantal volwassen mensen die jullie prachtige Sinterklaasfeest kapot willen maken. Dit zijn bruine mensen. Het Sinterklaasfeest is een feest dat blank en zwart bij elkaar zou moeten brengen. Maar nee, er zijn weer een paar bruine spelbrekers die in ons heerlijk oer-Hollandse volkorenfeest kleine details hebben gevonden die aangeven dat er misschien een kleine link te maken is met de slavernij. Niet te verwarren met lekkernij. De slavernij is een hele korte periode in de geschiedenis van de mens geweest, waarin bruine mensen een tijdje keihard voor ons werkten en niet andersom. Slavernij heeft ons kleine landje groot gemaakt. Daar is niks mis mee. Op de gouden koets van de koning staan ook afbeeldingen van slavernij. Denken jullie dat de lieve koning daarin rond zou durven rijden als slavernij slecht zou zijn? Natuurlijk niet. Maar deze klagende bruine mensen wonen al heel lang in Nederland en willen de echte zwarte pieten weg hebben. Een van deze klagende bruine mensen is Prem Radikishun. Die verkondigde smerige, vuile leugens over Sinterklaas bij De Wereld Draait Door. Prem Radikishun is een hele gemene, nare meneer. Of zoals jullie op het schoolplein zouden zeggen, een vieze, dikke kenkeleier. Ja, dat is een fout woord. Want jullie weten allemaal dat je kenkeleier eigenlijk met een A schrijft. Door al die klagende bruine mensen in Nederland wordt nu zelfs geopperd om een bruine Sinterklaas te nemen. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Want dan krijg je dus een hele domme Sinterklaas die continu de weg kwijt is of liever gaat basketballen met zijn matties. Of je krijgt op pakjesavond helemaal geen cadeaus, omdat de bruine Sint alles naar zijn familie in Suriname heeft gestuurd. Het is daarnaast ook zeer onrealistisch om geen blanke leidinggevende persoon te hebben die een beetje structuur aanbrengt. Je ziet wat er gebeurt als er een hele zooi zwarte pieten zonder een leidinggevende blanke uit Somalië of Oeganda in een boot of vlot naar een ander land vaart. De helft is bij aankomst al overleden. Waarschijnlijk hebben ze wel 3 keer zoveel afstand afgelegd omdat ze te veel aan 1 kant hebben zitten roeien. Dat was tijdens de goed georganiseerde slavernij wel anders. Stel je nou eens voor dat er bij aankomst in Nederland geen Sinterklaas op de pakjesboot stond en alle pieten in Nederland aan hun lot werden overgelaten. Voor je het weet komen ze in het geheim bij elkaar, beginnen alle intelligente zwarte pieten plannetjes te smeden en heb je binnen 10 jaar een tweede kwakkoefestival. Volgens mij kunnen we een hoop onnodige kwets bij deze laffe bruine spelbrekers wegnemen door een duidelijke scheiding te maken tussen zwarte pieten en bruine mensen. Bijvoorbeeld met de woordjes echte piet en nep piet. Neppieten wonen al heel lang in Nederland en hebben niets te maken met het Sinterklaasfeest. Echte pieten daarentegen helpen de Sint en hebben geen hekel aan kinderen. Ze zijn eerlijk, leuk en vooral gul. Laten we het zo zeggen, de echte pieten uit Spanje moeten nog heel veel snoep uitdelen om kiet te spelen met wat we financieel kwijt zijn aan de Hollandse neppieten. Volgens de neppieten in Nederland moeten de echte pieten uit Spanje voortaan wit, blauw of rood gesminkt worden. Ik vind het jammer dat uitgerekend bruine mensen zo moeilijk doen over huidskleur. Belachelijk dat je een bepaalde huidskleur moet hebben om zwarte piet te mogen spelen. Dit riekt behoorlijk naar discriminatie. Ook krijg je met gekleurde pieten weer een heleboel andere problemen. Met paarse en blauwe pieten bijvoorbeeld. Dan zouden mensen die bijna stikken zich gediscrimineerd kunnen voelen. Gekleurde pieten zijn niet realistisch. Dat weten jullie heel goed. Het is niet netjes van de bruine Hollandse neppieten om jullie een fictief oor aan te naaien. Echte pieten uit Spanje komen oorspronkelijk nou eenmaal uit Afrika, waar heel veel zwarte mensen wonen. Daarom is het daar ook zo warm, omdat zwart warmte aantrekt. Je kan alles wel willen veranderen aan bepaalde tradities, omdat er altijd wel mensen zijn die zich gekwetst voelen. Nog even en de prostituees mogen geen seks meer hebben, omdat anders het kind van Sylvie Meijs een verkeerd beeld van zijn moeder krijgt. Ondanks al deze ijzersterke argumenten om het Sinterklaasfeest in stand te houden, is het best mogelijk dat jullie Sint-Nicolaasfeest in de nabije toekomst wordt aangepast en er toch gekleurde pieten rondlopen. Dit komt allemaal door de bruine, kinderhatende neppieten. Mocht je een bruine, klagende neppiet bij jou in de buurt hebben wonen, ga dan niet dingen door zijn raam gooien of hem pesten, maar vertel thuis gewoon aan je ouders dat hij aan je piemel heeft gezeten. Wij geen leuke Sinterklaas, zij geen leuke Sinterklaas. Ik wens jullie een vrolijk Sinterklaasfeest.